Hallo, welkom bij deze live EFT-sessie op goede voornemens. Het is vrijdagochtend, even na 10 en ik ben ineens blauw. Oh wacht, daar komt mijn kleur een beetje terug. Dat is heel raar. Ik weet niet hoe dat zit hoor met die techniek. Dan oefen ik het van tevoren, oefenen. Ik test het eventjes of het allemaal goed gaat. Dan ziet het er tiptop uit. En dan ga ik live en dan ineens is alles blauw. Oké, nou, vind er maar gewoon niks van. Nou, leuk dat je meedoet met deze TAP, EFT-sessie. Misschien ben je er live bij, en anders bekijk je wellicht de opname. En we gaan het in deze sessie hebben over goede voornames. Voornames. Goede voornamen, deze race goede voornamen. Goede voornemens. Laatste weken van het jaar. Nog twee weken een beetje en dan is het jaar voorbij. En in deze laatste weken van het jaar is meestal de tijd voor zelfreflectie. Je kijkt terug op het afgelopen jaar. Wat heb ik nou bereikt? Of wat heb ik nou niet bereikt? Wat had ik graag willen doen en is me weer niet gelukt dit jaar? En je kijkt misschien vooruit naar het nieuwe jaar. Alle wensen die je hebt voor het nieuwe jaar. In 2018 ga ik het allemaal anders doen. Die ken je vast wel. Zo zit je misschien elk jaar wel. Nou, dat is hartstikke mooi om goede voornemens te hebben. Er is helemaal niks mis mee om je aandacht te richten op iets wat je wil gaan bereiken. Maar misschien herken je dit ook. Ik wel. Je begint vol goede voornemens aan het nieuwe jaar om na een paar maanden, een paar weken of misschien zelfs een paar dagen te verzanden in oude gewoontes. En die oude gewoontes of die oude valkuilen, als het ware, hebben niks te maken met een gebrek aan wilskracht. Het is niet zo omdat je niet genoeg wilskracht hebt dat het je niet lukt om vooruit te gaan, om iets te gaan doen. Het heeft te maken met hoe je geprogrammeerd bent. En Frida, leuk, ik zie dat je er bent. Ik zie je ineens binnenkomen. Ik ben net pas begonnen, Frida, je hebt nog niks gemist. Ik had het over dat het licht om me heen blauw is. Nou, goed, in ieder geval. Leuk dat je er bent. Goed, dus dat heeft te maken met patroon. Nou, voor degenen die mij al kennen, die hebben dit verhaal waarschijnlijk al vaker gehoord. Als je voor het eerst naar mij luistert en meedoet. Mijn naam is Stacey Reemanders. Ik ben internationaal life coach. En ik help mensen over de hele wereld naar een leuker en lichter leven. En dat doe ik voornamelijk door mensen uit te leggen hoe ons bewustzijn werkt. Want ja, eigenlijk alles gebeurt op bewust en onbewust niveau. Dus even terugkomend op die oude patronen. Hoe komt het nou dat je een goed voornemen hebt en dat ogenschijnlijk niet tot uitvoering kunt brengen of niet in de mate waarin je zou willen of misschien vroegtijdig afhaakt als je aan iets nieuws bent begonnen? Dat heeft te maken met wat voor informatie in je onbewustzijn gedownload is. Sorry hoor, ik werd afgeleid door het licht. Het ziet er gewoon raar uit dat het blauw is. Dus ons onderbewustzijn is een opslagbewustzijn. En alles wat je in je leven aan ervaringen, informatie, betekenissen hebt, tot je hebt genomen, is als het ware gedownload in die supercomputer. Dat is je onderbewustzijn. En als er in het hier en nu dan iets gebeurt, dan maak je dat bewust mee. En dat bewustzijn matcht het op onbewust niveau met iets wat het al kent uit het verleden. Nou, even terug naar goede voornemens. Stel nou dat je van plan bent om nu eindelijk voor jezelf te gaan beginnen. Je wil niet meer voor je baas werken. Je kan het eigenlijk zelf net zo goed, zo niet beter. Of je wil iets heel nieuws gaan creëren. En toch komt het er maar niet van om die eigen zaak op te zetten. Of misschien heb je het geprobeerd en dan denk je na een jaar, wacht, dat is eigenlijk te moeilijk en ik heb niet genoeg klanten. En dan haak je af. Dat zou maar zo kunnen dat toen je jong was, je ouders heel erg beschermend waren. Ik ben niet bezig met het schuldigende vingertje te wijzen, hoor, helemaal niet. Maar om even duidelijk te maken hoe dat werkt. Stel nou dat je toen je jonger was, je ouders heel erg beschermend waren. En dat je, nou ja, pas 12 was toen je voor het eerst alleen de straat mocht oversteken. Omdat je ouders altijd tegen je zeiden, pas op, want het is gevaarlijk. En dat kan je nog helemaal niet alleen. Je moet eerst wachten tot je groter, ouder, zelfstandiger bent. Nou, stel dat dat het geval was, dan zou het maar zo kunnen dat die gedownloade informatie, je kunt het niet alleen. Je moet eerst wachten tot je ouder, sterker, beter bent, meer opleiding hebt gehad, meer ervaring hebt gehad. En pas dan kan je zelfstandig ondernemer zijn, even in dit geval. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat het te maken heeft met je overbeschermende ouders die, ja, die dat aan jou hebben meegegeven, waardoor jouw systeem dat heeft geprogrammeerd. Oh, het is niet veilig om zelfstandig iets te gaan doen. Zo werkt het dus. Dus dat zou dan de reden kunnen zijn waarom je nog geen zelfstandig ondernemer bent.
om maar even een voorbeeld te nemen. Dus zo werkt dat. Dus het feit dat je sommige dingen niet doorzet en andere dingen waarschijnlijk wel, maar daar sta je dan niet zo bij stil, heeft te maken met hoe je geprogrammeerd bent en wat jouw systeem als veilig en onveilig beschouwt. Dus in het geval van het kind wat pas op zijn 12e alleen de straat mag oversteken, zelfstandigheid kan dan onveilig zijn, als onveilig zijn beschouwd door het systeem. Met als gevolg dat je nu, terwijl je gewoon volwassen bent, intelligente volwassen man of vrouw, toch niet ertoe komt om zelfstandig iets te gaan doen. Kan je dat volgen? Dat is een soort van logisch, hè? Ja, dus het heeft niks met jou te maken als je niet dingen doorzet. Het heeft te maken met je programmering. En het goede nieuws is dat je dat kan omzetten. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Hypnotherapie is daar een mooi voorbeeld van. Visualisaties, hè, mp3's waar je naar kunt luisteren. Maar EFT of tappen is een geweldig instrument dat je er ook voor kunt gebruiken. Ik ga er voor het gemak even vanuit, hey Monique, leuk dat je er ook bent, dat jullie weten wat EFT of tappen is. Als je niet weet wat het is, kan je even goed nog meedoen. Volg maar gewoon wat ik doe. Maar ik heb op YouTube allerlei filmpjes staan waar je mee kunt tappen met sessies en ook een uitleg over wat EFT nou precies is. En daar ga ik nu even de tijd niet aan besteden, want het is jammer. Laten we maar gewoon meteen gaan beginnen. In het kort wat je doet met EFT is je tapt op bepaalde plekken op je gezicht. En ook even een stukje op je lichaam. En dat zijn energiestromen, meridianen. Je hebt vast wel gehoord van acupunctuur, daar lijkt het op. Dan ga je ook blokkades opheffen, energetische blokkades opheffen, door er een naaldje in te steken. Wij doen het met tap en het gebruik van woorden. Ik heb een klein spiekbriefje naast me liggen. Punt. Gewoon omdat het kan. Oké, nou hartstikke leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Laten we beginnen. Voordat we gaan beginnen met tappen, wil ik een kleine oefening met jullie doen. Want ik heb zojuist uitgelegd dat we vastzitten in bepaalde patronen, omdat dat gedownload zit in ons systeem, in ons opslagbewustzijn. En dat is als een programmatuur wat steeds maar blijft lopen. Ik noem het een supercomputer, want je kunt het ook vergelijken met je gewone computer. Daar heb je ook bepaalde programma's op gedownload. We zitten nu bijvoorbeeld naar Facebook te kijken. Dat is zo'n programma wat zit gedownload op je computer. Je klikt het aan en het werkt. Dat loopt dus gewoon. En zo heb je ook andere programma's op je computer staan. Dus zo heb je ook jezelf geprogrammeerd. En die programma's die lopen, die lopen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te snappen dat er een verschil is tussen de programmatuur die loopt en je eigen zelf, je eigen bewustzijn. Je hogere zelf wordt het genoemd. Of je superconscious, je superbewustzijn. Dus je hebt je bewustzijn, je onderbewustzijn en je superbewustzijn. Dat is allemaal deel van jouzelf. En dat superbewustzijn, dat kan je ook je intuïtie noemen. Dat kan je, ja, wat kan je nog meer noemen? Ja, als je in flow bent, om even een populair woord te gebruiken, dan opereer je vanuit dat superbewustzijn. Dat heeft geen beperkingen. Dat denkt nergens over na. Dat labelt dingen niet. Dat is gewoon aanwezig. En dat superbewustzijn, dat hebben we dus allemaal. Daar kan je gebruik van maken. Daarmee kan je al die beperkingen overstijgen en er iets anders voor in de plaats downloaden. Ik hoop dat jullie me allemaal nog kunnen volgen met wat ik zeg. Voor mij is het super logisch. Voor jullie misschien niet. Zo voel je vrij om een opmerking te typen in het opmerkingenveld. En dan geef ik daar graag antwoord op. En als je denkt, ik snap het niet helemaal, maar oké, het lukt toch om dit te blijven volgen. Luister dan en doe gewoon mee. Het wordt allemaal wel. Valt allemaal op zijn plaats, zometeen. Goed, een kleine oefening gaan we doen, waarbij ik je ga helpen om te ervaren dat je een bewustzijn hebt. Dat superbewustzijn. Dat het dus iets anders is dan de programmatuur die werkt of de gedachten die je hebt over iets. Goed, dan wil ik je uitnodigen om een woord te vinden. Bij voorkeur een woord dat een emotie uitdrukt. Dus je woord kan zijn blijdschap. Of rust, als in innerlijke rust. Of bewustzijn. Of verdriet, angst. Neem maar wat. Als je even niks kan verzinnen, neem dan het eerste beste woord wat je kunt verzinnen. Oké, lukt dat? Dan wil ik je uitnodigen om je ogen dicht te doen. En in gedachten dat woord te zien. Schrijf het maar gewoon in je gedachten op. En misschien zie je het in gedrukte letters, zoals op je computer. Of misschien zie je het in handschrift, alsof je het zelf hebt geschreven.
Dan wil ik je uitnodigen om dat woord wat je zojuist hebt opgeschreven een andere kleur te geven. Geef die letters een andere kleur. Oké, nou wil ik je uitnodigen om dat woord in gedachten te houden, in dat schrift dat je hebt gezien, in die kleur die je zag, je oog open te doen en dat woord nog steeds in gedachten te houden. En projecteer dat woord dan, als je in een bureau zit, op je bureau of op de grond naast je voor je. Doe maar net of je het kunt zien, geschreven, alsof die letters op de grond liggen of op je bureau. Terwijl je naar me luistert en ik tegen je praat. Oké? Als dat voor wat voor reden ook niet lukt, dan doe je het weer met je ogen dicht, doe je het in je gedachten, dat mag ook. Als het wel lukt, zie je het dan voor je of naast je ergens geprojecteerd. Ja? Dus het woord waar je mee bezig was, wat je in bepaalde letters hebt gezien, in een bepaalde kleur gegeven, zie je dat dan voor je of naast je bij je. Terwijl je ogen open hebt en naar me luistert. En dan wil ik je uitnodigen om je voor te stellen dat er uit de lucht bloemetjes naar beneden vallen op dat woord. Stel het je maar voor, zie het maar voor je. En dan veranderen die bloemetjes in vuurwerk. Knalt het allemaal zo uit elkaar. Kan je dat allemaal doen? En dan wil ik je uitnodigen om die bloemetjes en het vuurwerk te laten verdwijnen. Je ziet weer alleen het woord. En dan kan je het woord misschien zelfs nog op zijn kant zetten. Of op zijn kop leggen. Stel het je maar gewoon voor. En dan wil ik je vragen om de letters van het woord ook te doen oplossen. Dus ineens is het weg. En dan zie je de tafel of de vloer. Oké. Nou, ga ik er voor het gemak even uit dat het allemaal gelukt is voor ons allemaal. Dat we er allemaal op een bepaalde manier mee hebben kunnen spelen met het woord dat we in gedachten hadden. Mag je ogen weer open doen? Die had je waarschijnlijk al open, maar als je niet open had, is weer open. Deze kleine oefening laat jou zien dat jouw bewustzijn, wat eigenlijk als een op de achtergrond aanwezig is, dat allemaal heeft kunnen waarnemen. Dat je een woord had in gedachten, dat je het andere letters gaf, een andere kleur, bloemetjes op liet regenen, vuurwerk uit liet komen. Dat gebeurde, het was jouw creatieve deel die dat allemaal liet gebeuren en jouw bewustzijn, wat hier zo zeg maar op de achtergrond aanwezig is, die kon dat zien. En die vond daar niks van, als het goed is. Dat was stil en aanwezig. Overal waar je er gedachten over had, oh dat kan ik helemaal niet en wat bedoelt ze nou? Dat zijn gedachten, dat komt uit je denken. Dat heeft niks te maken met je bewustzijn, wat het gewoon zag. Wat het gewoon kon laten gebeuren. Deze oefening gebruiken we meestal om te laten zien dat je emotie niet bent. Daarom vroeg ik je om een woord te nemen wat de emotie beschrijft. Dus stel dat je woord verdriet was. Nou, je kon het veranderen, je kon het op laten lossen, je kon de bloemetjes laten regenen. Dus dan ben jij verdriet niet. Dat is niet van jou, dat is iets hè, wat je hebt waar je mee kunt spelen. Je bent je emotie niet. Je hebt emoties, maar je bent dat niet. In dit geval heb ik het gebruikt om te laten zien A, dat je je emoties niet bent, maar ook dat er dus een toeschouwer in jou zit. En ik maak steeds deze beweging voor mijn gevoel zit die toeschouwer ergens achter mij, om mij heen. En dan mijn denkende brein zit op de voorgrond, bijna als op een podium, als in een theater. En in het theater zie ik op het podium van alles gebeuren en daar heb ik bewustzijn op, dat zie ik. Het is belangrijk even voor deze tip om te snappen dat daar dus verschillen zijn in je beleving. Dus je bewustzijn hier, of misschien zelfs daar, je superbewustzijn. Hè? Misschien kan je het voor je zien, boven je zien of voor je zien. Dan moet je voor jezelf uitvogelen waar dat dan zit. Is iets anders dan dat denkende brein wat dingen labelt, wat oude files naar boven haalt en instant reactie heeft op dingen die in het verleden zijn gebeurd. Goed, nou hebben we het concept compleet. En vanuit hier gaan we vertrekken. Dus stel ik voor, ik pak even een glaasje water, dat we samen gaan tappen erop. Nogmaals, als je niet snapt wat ik zeg, of je hebt een vraag, voel je vrij om een opmerking te plaatsen. Even kijken hoor, of het goed gaat. We willen er bijna in gaan prutsen, dat moeten we het niet doen. Ja, gaat nog goed. Oké. Okay. Ik stel me namelijk af te vragen of er nieuwe opmerkingen binnenkomen dat ik die mis. Maar so be it, dan zal ik ze later beantwoorden. Oké, we gaan tappen. Als je nog nooit eerder hebt getapt, doe maar gewoon met me mee. We beginnen met drie zinnen eerst. Oké, ik krijg reacties, dank jullie wel. We beginnen met drie zinnen eerst die het kader aangeven van waar we uit te vertrekken. Namelijk dat je iets wil gaan doen. Goede voornemens hebt die je tot nu toe niet hebt volbracht. Voor wat voor reden dan ook. Oké,
Tap maar met vier vingers van je ene hand op de zijkant van je andere hand. Mag zowel links als rechts, waar je je prettig bij voelt. En dan herhaal je wat ik zeg. Ondanks dat ik elk jaar goede voornemens maak, lijkt het wel alsof ik me er niet aan kan houden. Het lijkt wel of ik de wilskracht niet heb, of de kracht niet heb om iets te veranderen. Als ik het snel ga, moet je het even zeggen. Maar vandaag kies ik ervoor om mezelf daarvoor te vergeven. En ik kies ervoor om volledig en onvoorwaardelijk van mezelf te houden en mezelf te respecteren. Volgende zin. Ondanks dat ik het gevoel heb dat ik weer een jaar voorbij heb laten gaan, zonder dat ik iets heb gepresteerd of dat heb gedaan wat ik me had voorgenomen te doen. En ik het gevoel heb dat ik tijd verspild heb. En dat ik meer had kunnen doen. En het beter had kunnen doen. Maar vandaag kies ik ervoor om mezelf daarvoor te vergeven. En ik kies ervoor om oprecht van mezelf te houden en mezelf te respecteren. Ondanks dat ik echt open sta voor een nieuw begin, positieve veranderingen, merk ik dat een deel van mij zijn twijfels heeft. En denk dat dat toch echt niet gaat gebeuren. Moment dat ik me voorstel wat ik graag zou willen, komt dat gevoel of dat stemmetje die zegt dat dat toch echt niet gaat lukken. Of dat dat niet voor mij is. Wel voor alle andere mensen, maar niet voor mij. Omdat ik het niet verdien. Omdat ik niet goed genoeg ben. Omdat ik nog meer moet leren. Omdat ik, vul maar in, wat er bij jou speelt. Wat jouw innerlijke stemmetje je influistert. Maar vandaag kies ik ervoor om mezelf hiervoor te vergeven. Vandaag kies ik ervoor om een nieuwe werkelijkheid toe te laten binnen mijn bestaande werkelijkheid. Oké. Vandaag kies ik ervoor om onvoorwaardelijk van mezelf te houden en mezelf te respecteren. Nou goed, stop met tappen, adem diep in. En uit. Als je voelt dat andere woorden beter passen, dan kan je, als je deze opname ziet, de video stoppen en zelf nog even een rondje tappen met, ondanks dat ik dit doe, kies ik ervoor om dat te doen. Hoi Astrid, leuk dat je er ook bij bent, trouwens. Oké, dat was de setup phrase, de eerste, het zetten van de kader. Dan gaan we nu de eerste ronde doen en bij de eerste ronde bevestig je eigenlijk hoe je je werkelijk voelt. Ik stel voor dat je gewoon volgt wat ik zeg, de woorden die ik heb opgeschreven. En als je het gevoel hebt dat je eigenlijk iets anders wil zeggen, dan nogmaals de video te stoppen en gewoon een rondje zelf te doen. Tap maar gewoon eerst mee en dan ken je de punten. Beginnen bij het puntje van je wenkbrauw. Het nieuwe jaar. Tijd voor een nieuwe start. Zijkant van je oog. Maar ik zie er tegenop. Onder je oog.
Want het nieuwe jaar vind ik heel confronterend. Het doet me denken aan alles wat ik niet heb bereikt in het afgelopen jaar. Je neus voelt eigenlijk helemaal niet als een fijne nieuwe start. Ik word er eigenlijk zenuwachtig van. Weer een nieuw jaar. En ik voel me gefrustreerd. Weer dingen die ik moet gaan proberen. En die vast weer niet gaan lukken. Op je kin. Ik wil er wel in geloven. Dat het mogelijk is. Om alles te krijgen wat je wenst. Dat zelf te creëren. Op je sleutelbeen. Maar eigenlijk geloof ik dat helemaal niet. Want het is nog steeds niet gelukt. Dus het zal wel niet voor mij zijn. Om die arm. Ik doe al zo lang zo erg mijn best. Maar niks lijkt te veranderen. Boven op je hoofd. In ieder geval niet snel genoeg. En niet zoals ik het zou willen. Laat even doorgaan met tappen. Binnenkant van je wenkbrauw. Ik ben het zat. Kijk het van je oog. Ik heb genoeg van de worsteling. Me ongemakkelijk voelen. Pijn. Frustratie. Teleurstelling. Wat er nog voor jou naar boven komt. Waar heb je genoeg van? Zeg het maar. Gooi het maar uit. Onder je oog. Er moet iets veranderen. Onder je neus. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat. En ik weet eigenlijk niet of ik wel kan veranderen. Je kin. Wat als dit het is? Wat als het niet beter wordt dan dit? Op je sleutelbeen. Misschien moet ik maar gewoon eraan toegeven. En het opgeven. En accepteren dat dit het is voor mij. Onder je arm. Maar ik wil helemaal niet opgeven. Ik wil me niet toegeven. En accepteren dat dit het is. Hoofd op je hoofd. Er moet toch iets beters zijn dan dit. Oké, stop met tappen. Adem diep in. En dat was. Ik zie dat mensen proberen mee te doen en dan weer eruit gaan. Dat heeft waarschijnlijk gewoon met de livestream te maken. Als jij degene bent die probeert binnen te komen en weer eruit gaat, moet je even je refresh doen in je browser bovenin. Waar facebook.com staat, daar even op klikken en dan gaat hij weer opnieuw beginnen. Of anders later de video bekijken. Sorry, het is technisch iets. Oké, als je het gevoel hebt dat je nog een ronde moet tappen, pauzeer je de film en dan doe je nog een rondje. Je kunt deze tapping sessie dus meerdere malen doen. Hè? Dus je hoeft niet alleen maar nu te doen. Je kunt ook gewoon. Je kunt nog een keertje terugkomen en dan nog een keertje doen. Oké. Goed, zo lukt het nog allemaal. Dan gaan we gewoon door. Dus in die eerste ronde ga je bevestigen hoe je werkelijk voelt. Gefrustreerd, moe, ellendig. Maak het zo groot als je zelf kan. Dit zijn natuurlijk gewoon mijn woorden die even voor, hè, zodat we het met elkaar kunnen doen. Maar als je zelf besluit om nog een ronde te tappen op je gevoelens, maak het dan zo groot mogelijk. Zo echt mogelijk. Spreek uit hoe je je werkelijk voelt. Want dat doen we eigenlijk niet. Hè? Meestal vegen we het weg en och, het valt wel mee. En de ander heeft het moeilijker. En nou ja, ik kan tenminste nog lopen en functioneren. Maar soms is het heel helpend om gewoon uit te spreken waar je last van hebt. Waar jij je mee worstelt. Goed, gaan we de tweede ronde doen. En de tweede ronde gaan we loslaten. Oké, begin tappen met aan de binnenkant van je wenkbrauw. Vandaag kies ik ervoor om te stoppen. De zijkant van je oog. Terwijl ik een diep inadem. En weer uitadem. Kies ik ervoor om niet langer mee te doen aan de flauwekul in mijn hoofd die zegt dat ik het niet kan.
oog. Vandaag kies ik ervoor om contact te maken met mijn bewustzijn. De neus. De waarheid van mijn zijn. Op je kin. Dat bewustzijn is er altijd. Sleutel 1. Dat bewustzijn is liefde, licht en oneindige mogelijkheden. Oké, tap onder je arm en adem dan een paar keer goed in en uit. Terwijl je tapt met je ogen open of dicht en je ademt zo diep in en uit, wil ik je uitnodigen om terug te gaan naar dat stukje bewustzijn uit de oefening die we eerder hebben gedaan. Dat is waar we het nu over hebben. Het bewustzijn wat gewoon aanwezig is. Je hoeft nu enkel naar me te luisteren en te voelen en waar te nemen. Dat bewustzijn wat altijd aanwezig is. Wat niks labelt. Geen, niks veroordeelt. Het is gewoon aanwezig. Daar maken we nu contact mee. Dat is de waarheid van jouw zijn. Het heeft niks te maken met het denken of die stemmetjes in je hoofd die je gaan proberen ervan te overtuigen dat je het niet kan. Daar stoppen we nu mee. Terwijl je blijft tappen onder je arm, kun je gewoon je arm laten rusten. Je tapt gewoon met je ene arm onder de rustende arm. Adem je goed door, diep door. En maak je contact met dat bewustzijn. En als dat niet lijkt te lukken, geef helemaal niks. Fake it till you make it, zeggen we dan. Doe maar net alsof het wel lukt. Doe het gewoon mee. Okay? Want het is je denkende brein die zegt dat het niet kan. Maar je bewustzijn is gewoon aanwezig. Dus je kunt gewoon meedoen. Okay? Doe dan je ogen weer open. Tap dan op de bovenkant van je hoofd. Ik ben altijd hier. En jouw bewustzijn, dat ben jij. Ik ben altijd aanwezig. Ik ben gevuld met liefde en licht. En oneindige mogelijkheden. Ik ga het nog één keer zeggen, misschien een beetje snel. Ik ben altijd aanwezig. Ik ben gevuld met liefde. En licht. En oneindige mogelijkheden. Ga door met tappen, binnenkant van je oog. Ik kies ervoor om mijn spotlight te zetten op die gedachte. Dus dat ben jij niet. Je bewustzijn is hier. Dat is vrij van oordeel. Die gedachte, wie weet wat het is. Maar het is niet wie jij in essentie bent. Dus laten we net doen alsof dat een virus is. Of een pestkop. En dan ga je nu je zaklantaarn opschijnen of je spotlight. Hè? Doe maar net alsof je in het theater bent. Dus ik zet nu mijn spotlight op die, hoe noem je dat nou? Wat is een imposter? Iemand die zich voordoet als iemand anders. Op dat deel wat niet van mij is. Laten we het dan maar even noemen. Als je beter woord daarvoor hebt, mag je dat gebruiken. Tap naar de zijkant. Ik zet mijn spotlight op dat negatieve geklets. In mijn hoofd. Onder je oog. Dat geklets. Dat steeds maar doorgaat. Je neus. Dat geklets. Wat niet van liefde komt. Wat niet uit het licht komt. En dat wat me ervan weerhoudt. Om oneindige mogelijkheden te zien. In. Het is net als een virus in mijn computer. En dat virus neemt me soms helemaal over. Op je sleutelbeen. Maar dat stopt vandaag. Ik sluit mijn deur voor dit virus. En net als op je computer, dit hoef je niet te herhalen, maar net als op je computer heb je een firewall. Als het goed is, geïnstalleerd. Als je dat niet hebt, ga het alsjeblieft snel doen. Want anders zijn alle mensen die proberen in te breken. Maar de meeste computers hebben een firewall. En dat houdt virussen tegen. Inbrekers tegen. Nou, dat installeren we nu ook. Jouw awareness, je bewustzijn, dat is je firewall. En dit geklets moet stoppen, want het helpt je niet. We gaan ermee ophouden. Oké, okay? Beloofd? Frida, beloofd? Astrid, beloofd? Monique, beloofd? Stoppen, die flauwekul. Gaan we niet meer doen. Oké, onder je arm. Ik heb de controle over mezelf. Ik bepaal wat er gebeurt in mijn leven. Mijn werkelijke ik, je bewustzijn, ja, van licht en liefde, mijn werkelijke ik staat aan het roer.
Ik bestuur deze bus. Slechte metafoor waarschijnlijk. Ik bestuur dit voertuig, gebruik jij gewoon in mijn leven. Bovenop je hoofd wil je niet met een bus vergelijken. Ik neem nu de controle over mijn lichaam, over mijn denken, over mijn welzijn en over mijn leven. Zal ik die nog een keer herhalen? Ik neem nu de controle over mijn lichaam, over mijn denken, over mijn welzijn, over mijn leven. Oké, stop met tappen. Sluit je ogen even, adem diep in. Adem uit. Hou je ogen gesloten. Dan nodig ik je uit om even helemaal niets te doen. Doe niets, niets, niets en nog minder dan niets. Blijf gewoon even zitten met je ogen dicht, terwijl je luistert naar mijn woorden. En dan mag je gewoon bewustzijn hebben op wat je nu ziet, voelt, herkent. Misschien zie je een plaatje van dat virus. Misschien kan je het voelen. Misschien heb je bewustzijn op hoe je de deur sluit voor die negatieve gedachten. Misschien zie, voel voor je iets heel anders. Of misschien voel voor je helemaal niets. En dat is ook helemaal prima. Doe maar gewoon mee. En weet maar dat jouw systeem, jouw onderbewustzijn, precies weet wat ik hiermee bedoel. En het nodige doet om aanpassingen toe te staan. Het gebeurt allemaal op onbewust niveau en het gebeurt razendsnel. Heel goed. Dus vertrouw er maar gewoon op dat je precies krijgt wat je nodig hebt, omdat je de intentie hebt om te veranderen. Dat is meestal voldoende. Oké, gaan we nog eventjes door met deze ronde van loslaten. En dat is wel lekker bezig. Binnenkant van je oog. Je ogen maar open, doe maar weer mee. Binnenkant van je oog. En als ik dingen zeg waarvan jouw systeem zegt, maar dat is niet waar, zeg ze even goed maar. Want nogmaals, op onbewust niveau krijg je wat je nodig hebt. Ik zie nu. Ik weet nu. En ik herken nu. Dat er een virus is die mij probeert over te nemen. Of die mij ervan probeert te weerhouden om me goed te voelen. En alles te bereiken wat ik wens te bereiken. Zeg het van je oog. Ik sta dit niet toe. Je oog. Ik zie nu. Ik weet nu en ik herken nu dat dit virus of deze stemmen, gebruik je eigen woorden maar, waar je je prettig bij voelt. Gebruik voor het gemak even virus, dat helpt mij om te snappen wat er gebeurt. Dat dit virus de reden is van alle angsten en tekorten die ik heb vastgezet. In mijn lichaam en mijn denken. Onder je neus. Angst om te falen. Angst om afgewezen te worden. Angst dat dingen niet beter voor mij gaan worden. Op je kin en alle andere gedachten. Emoties. En onwaarheden waar ik in ben getrapt en als waarheid heb aangenomen doorheen mijn hele leven. Op je sleutelbeen. Ik kies er nu voor om dit allemaal los te laten. Uit mijn lichaam. Uit mijn denken. Uit mijn energie. Veld, energielichaam. Onder je arm. Kies er nu voor om dit allemaal los te laten op celniveau. Op moleculair niveau. Bovenop je hoofd. Om het los te laten uit mijn fysieke lichaam.
en mijn energieveld. Gaan we door met tappen. Herhaal, ik laat het los. Ik laat het los. Ik los het op in het niets wat het werkelijk is. Zijkant van je oog zijn maar verhalen. Dus we hebben verhalen voor waarheid aangenomen en in onszelf vastgezet. Het is niet waar, het is maar een verhaal, een idee, een gedachte. En je kan het nu loslaten in het niets. Waar zit ik? Goed, blijf maar tappen aan de zijkant van je hoofd. En dan doe je even helemaal niets. Doe niets, niets, niets. Helemaal niets. Sluit je ogen. Neem een diepe ademhaling. In en weer uit. En misschien kan je het zien terwijl het zo uit je lichaam wordt getrokken. Met je energieveld. Als ik zeg energieveld, we stralen allemaal energie uit. En dat kan je voelen. Kan de warmte van je lichaam voelen als het ware. En zo kan je dat zien. Alles is, heeft een trillingsfrequentie, wij ook. Stel het je maar voor dat het wordt opgelost. Misschien zie je, voel je helemaal niks, geeft helemaal niets. Doe even goed maar gewoon mee. Het gebeurt toch wel. Oké, tap dan onder je oog. En herhaal. Daarvoor in de plaats. Kies ik er nou voor. Om de ruimte die achterblijft. Te vullen. Met onvoorwaardelijke liefde. Licht. En licht. Was dat? Sorry. Ik kies nu voor. Liefde. Licht en volmaaktheid in mijn lichaam, in mijn gedachten en in mijn zijn, mijn hele wezen. Oké, op je kin. Ik kies er nu voor om me te verbinden met de waarheid van mijn zijn. Dat is je bewustzijn, wat er steeds is. En wat niet oordeelt. En alleen maar licht en liefde is. Okay, dus die waarheid van je zijn, dat is je. Wie je in essentie bent. Van licht en liefde. En makkelijk en in flow. Dat is de waarheid van je zijn. Op je sleutelbeen. Ik stel me nu open. Voor ontvangen. Laten. Onder je arm. Om oneindige mogelijkheden toe te laten. Oneindige zegeningen. Alles wat goed en fijn is. Hè? Oneindige vreugde. En volmaaktheid. Ik zeg altijd maar zo, denk groot. Hè? Dus daar maken we het oneindig. Beperk jezelf niet. Als je dat toch aan het ontvangen bent, doe het dan meteen groots. Bovenop je hoofd. Ik stel mezelf nu open. Om te ontvangen. Dat wat er voor iedereen in overvloed is. Datgene wat mijn geboorterecht is. Gemak. Plezier. Vreugde. Overvloed. Vrede. Nou, voor jezelf. Vul maar in. Geld. Vrijheid. Mededogen. Begrip. Vul het maar in. Oké. Stop met tappen. Sluit je ogen voor een moment. Adem diep in. En weer uit. Als je het gevoel hebt dat je nog een ronde wil doen, dan doe je straks nog een ronde hierop. Als je de opname bekijkt, is het makkelijker. En dan stop je gewoon de video en doe je nog een rondje erachteraan. Oké. En dan gaan we door met de laatste ronde. En begin maar tappen met je op je wenkbrauw. In de laatste ronde mag je gracieus ontvangen wat je nou werkelijk wilt. Vanuit je bewustzijn, niet vanuit je gedachten. Je gedachten helpen je niet, je bewustzijn wel. Dat handje, steeds die. Oké. Binnenkant van je oog. Herhaal maar. Ik ben klaar om te ontvangen. Zijkant van je oog. Ook als je het niet echt voelt nog, hè? Doe het even goed maar. Ik ben klaar om te ontvangen. Zijkant van je oog. Vanuit mijn bewustzijn. En vanuit
Flow. Ik heb geen goed Nederlands woord voor, maar je snapt wat ik bedoel. De waarheid van mijn zijn. Ik ben klaar om alles te ontvangen wat resoneert met die energie van mijn waarheid. Onder je oog. Liefde, volmaaktheid, vreugde, vrede als een innerlijke vrede, tevreden zijn. Nou, vul maar even in wat jij wilt toelaten in je leven. Vrijheid. Dingen die makkelijk gaan. Vul het maar gewoon in. Om je neus. Ik ben nu open om de oneindige mogelijkheden die er voor ons allemaal zijn, toe te laten. Op je kin. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat ik als eerste zal gaan doen. Sleutelbeen. En ik ben benieuwd hoe ik me dan voel. Die arm. En ik ben benieuwd wat ik eigenlijk nog meer kan. Hoofd op je hoofd. En ik ben benieuwd hoe mijn leven voor altijd zal veranderen en verbeteren. Nu dat ik ervoor open sta, er klaar voor ben en bereid ben om alles wat ik ben, mijn eigen waarheid, toe te laten in mijn leven. Even doorgaan, binnenkant van je oog. Ik ben bewustzijn. Mijn bewustzijn is altijd bij me, als een innerlijk kompas. Zijkant van je oog. Ik ben gevuld met liefde en licht. En ik ben volmaakt, heel en geheeld. Terwijl ik, in contact ben met mijn bewustzijn. Onder je oog. Mijn bewustzijn is er altijd. Bij mij. En dat voelt goed. Mijn bewustzijn is altijd bij me. En dus ik ben altijd aanwezig. Vanuit licht. En liefde. En volmaaktheid. Onder je neus. Dit is de waarheid van mijn zijn. Met oneindige mogelijkheden. Op je kin. Ik heb de controle. Over mijn lichaam. En mijn denken. En mijn aanwezigheid. Sleutelbeen. Ik ben er klaar voor. En ik ben bereid om alle goed te ontvangen in mijn leven. Om die arm. En om mezelf open te stellen. Voor nu en altijd. Voor al het goede in het leven. Te stoppen met te luisteren naar het gebabbel dat niet ondersteunend is. Hoofd op je hoofd. Ik ben wie ik ben. En vanuit die ik ben, ben ik in volmaakte vrede. En ben ik volmaakt ontspannen. Kan ik de hele wereld aan. En is alles mogelijk. Stop met toppen. Tappen. Toppen. Adem diep in. Sluit je ogen. Adem uit. Doe niets, niets en nog minder dan niets. Blijf gewoon even met je aanwezigheid bij je bewustzijn. Voel, zie, merk op wat er verandert, of er iets loslaat, of er iets juist in de plaats is gekomen. Voel hoe dat voelt. Zie wat je ziet, hoor wat je hoort, merk op wat je opmerkt. En als dat helemaal niets is, dat geeft helemaal niets. Het gebeurt toch wel. En dan met je ogen dicht kunnen we het laatste stukje doen. Ga niet meer tappen.
Als je het gevoel hebt dat er nog meer gezegd moet worden, je bekijkt de opname, stop de opname, dan doe nog een rondje. Als je klaar bent voor het volgende gedeelte, zit dan hier met je ogen dicht. En stel je dan voor de nabije toekomst. Laten we het nieuwe jaar vernemen. Februari 2018. Wat is er gebeurd in die 6 weken tussen deze opname en het nieuwe jaar, het begin van het nieuwe jaar? Nu je hebt geleerd om vanuit bewustzijn aanwezig te zijn. Wat is er veranderd? Wat doe je? Wat ga je doen? Wat heb je bedacht? Wat kan je toelaten? Stel het je maar gewoon voor. Neem 1 bepaalde scène. Ergens. Of voel hoe je je over het algemeen voelt. En het enige wat je hebt gedaan in deze tapping sessie is dat je je bewustzijn hebt verlegd van het denken, het luisteren naar het gebabbel, naar het voelen van je innerlijke kompas. En alle glorieuze dingen die je van nature bezit. En in je eigen tijd en tempo mag je dan weer je ogen open doen. Terugkomen in de kamer. En dan zijn we toch alweer gauw 3 kwartier verder met die korte tap. Maar was het leuk of wat? Het spijt me voor alle mensen die problemen, technische problemen hadden en niet helemaal konden meedoen. Maar de opname is beschikbaar. Hè? Luister de opname nog een keer. Doe de tap nog een keer als je wil. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. Zo vaak als je denkt dat het nodig is, dat is mooi van tappen. Sorry, gebruik je eigen woorden. Voel gewoon hoe je voelt. Wat moet er gezegd worden? Wat laat zich nu zien? En wat wil je wel kiezen? En je hoeft niet precies te weten wat je wil gaan doen, specifiek. Maar op het moment dat je het doet vanuit bewustzijn, vanuit verbondenheid met dat, hè, die kracht, dat krachtveld, wil ik bijna zeggen, in en rond je wat je werkelijk bent. En stop met het luisteren naar dat computervirus, wat probeert je hoofd in de war te brengen. Dan gaan er dingen veranderen. Yahoo. Oké, ik ben er klaar voor. En ik doe dit ook. Alles wat ik met jullie heb gedaan en getapt. En Monique, die hier vandaag aanwezig is, die weet dat ik dat doe. Want ze doet het zelf ook. En het werkt gewoon. Het werkt echt wanneer je snapt dat je niet bent wat je denkt. Je bent. Dit ben je. En dat kan van alles. Het is almachtig. Dat denken beperkt je. Jolanda was er ook bij. Hartstikke leuk, Jolanda. En dankjewel voor je opmerking. Astrid, dankjewel. Viel er precies op tijd in. Prima. Frieda, hartstikke leuk dat je erbij was. Ik vind het zo leuk om jou steeds te zien. Nou, heel graag gedaan. Jongens, ik ga jullie laten voor vandaag. Leuk dat jullie erbij waren. Ook voor de mensen die de opnames bekijken. Hartstikke leuk dat je meedoet. Het is een cadeautje voor jezelf. Dus tot de volgende keer. Bedankt voor alle duimpjes en dingetjes die ik voorbij zie komen. Ingrid, hartstikke leuk dat je er ook bij bent. Jongens, veel succes in het nieuwe jaar. Bedankt dat jullie erbij waren en tot de volgende live webinar. Fijne dag. Dag. Dankjewel Frida, ik wens jou ook al het beste. Leuk dat je erbij was. Dag.